Hallo, mijn naam is Jesper en je kijkt naar een nieuwe Strikt Geheim. Met deze keer de nucleaire explosie op Mars. In 2014 kwam natuurkundige John Brandenburg met een revolutionaire theorie over buitenaards leven op Mars. Op een internationale conferentie van ruimtedeskundigen, biologen en natuurkundigen stelde Brandenburg dat Mars ooit het thuis was van een buitenaardse beschaving, dat volgens hem van de planeet was geveegd door een nucleaire explosie. Hij gelooft dat twee menselijke alienrassen, genaamd de Pseudoianen en de Utopianen, in vrede naast elkaar leefden. Zij zouden in een heftige ruimteoorlog zijn uitgeroeid door volken van andere planeten. De nucleaire aanvallen zouden de atmosfeer van de planeet volledig hebben aangetast. Dit is volgens Brandenburg het bewijs dat op Mars de eerste ruimtelijke kernoorlog plaatsvond. Mars is bedekt met een dun laagje radioactiviteit bestaande uit nucleaire substanties. De atmosfeer ziet er ook uit alsof er een kernexplosie heeft plaatsgevonden. Brandenburg stelt dat er radioactieve stenen op Mars liggen, waaronder glasachtige substantie genaamd trinitiet. Trinitiet wordt op aarde gevormd bij het ontwikkelen van kernwapens. Daarom zou deze radioactieve omstandigheid bewezen worden door de aanwezigheid van trinitiet meer dan 180 miljoen jaar geleden. De atmosfeer van Mars bevat ook een hoge concentratie aan dezelfde isotopen. Deze specifieke soort isotoop, genaamd ZN29, suggereert wederom de aanwezigheid van radioactiviteit. Op aarde werden deze isotopen pas meetbaar na grote nucleaire rampen zoals Tsjernobyl en Hiroshima. In een van zijn rapporten schrijft Brandenburg dat het in kaart brengen van de radiatie hetzelfde bewijst. Kaarten van Mars laten grote rode stippen zien, die aantonen dat daar dichte radioactiviteit plaatsvindt. Brandenburg stelt dat de groei van radiatie gelijk is aan 1 miljoen atoombommen. Dit kan als bewijs dienen voor een nucleaire genocide op Mars. Veel mensen geloven dat zijn theorie een paradox kan bevestigen. De vraag waarom de mensheid nog geen contact heeft gelegd met buitenaardse wezens, als er overal in het universum levende organismen zijn. Maar Brandenburg is niet de eerste met deze theorie. In 1976 beweerde auteur Robin Collins: het is mogelijk dat de explosie ontwikkeld is voor constructiedoeleinden. Daarom kunnen deze observaties gezien worden als het eerste bewijs van leven op Mars. Het is onwaarschijnlijk dat zo'n theorie meer dan 50 jaar had bestaan als het slechts een fantasie was. Er zijn recentelijk foto's verschenen van Mars waarop duidelijk te zien is dat er kernexplosies zijn geweest in een groot ravijn op de planeet. Deze foto, waarop een soort paddenstoelvormige afbeeldingen te zien is, werd gemaakt door de Indiase ruimteorganisatie in maart 2014. Complottheorieën stellen dat er ook nu nog kernexplosies op Mars plaatsvinden. Het idee van een beschaving op Mars werd hierdoor steeds populairder. In november 2015 werden er nog steeds foto's genomen waarop oude structuren te zien waren. Op de foto's van een NASA-satelliet zijn er een soort gaten te zien, waarop het licht reflecteert. Er is een groep mensen die hierdoor gelooft dat er constructies gemaakt zijn van metaal, als bewijs voor leven op Mars. NASA's biochemist Jennifer Eigenbroder zegt dat de kans op het vinden van leven is gegroeid. Hoewel er nog geen hard bewijs is van hun bestaan, is het wel al geaccepteerd dat er op Mars ooit leven was. Toch is er nog geen bewijs dat de paddenstoelvormige figuren de wolken waren van nucleaire ontploffingen. Astroloog Dr. Horner zegt dat de explosie op de foto meer een optische illusie is, vanwege de hoek waarop de foto genomen is. Andere deskundigen zeggen dat zelfs als het een paddenstoelvormige wolk was, dat het nog geen bewijs is van abnormale activiteiten. Professor Muller, gespecialiseerd in ruimtewetenschap, beweert dat deze wolken ook uit de kraters en vulkanen op de planeet kunnen komen. Net zoals dat bij ons op aarde gebeurt. Het meest waarschijnlijke antwoord is dat dit komt door meteorieten die de planeet raken. Brandenburgs hypothese over de kernexplosies is niet de enige mogelijke verklaring. Bovendien is er ook nooit hard bewijs gevonden dat er een kernexplosie heeft plaatsgevonden in de ruimte. Er is namelijk nooit bewezen dat er op Mars leven was, dat de intelligentie had om zulke grote ontploffingen te ontwikkelen. Het is wel mogelijk dat NASA's robot op Mars over een tijdje meer informatie heeft. Maar voor nu moeten we het doen met onze eigen fantasieën. Een van Brandenburgs grootste claims is dat alleen kernexplosies de isotoop ZN29 kunnen creëren. Maar gebeurtenissen op aarde bewijzen het tegendeel, zoals de natuurlijke vorming van kernmateriaal in Gabon, waarbij helemaal geen ontploffing nodig is geweest. Maar het is wel mogelijk dat soortgelijke natuurlijke kernreacties hebben plaatsgevonden op Mars, waardoor er een radioactieve laag is ontstaan. Het is nogal onwaarschijnlijk dat er een kernontploffing is geweest. En ook het plaatsvinden van een ruimteoorlog is niet bewezen. Laat staan dat er een bewijs is voor leven op Mars. Toch zijn er interessante wetenschappelijke observaties geweest, maar deze zijn geen bewijs van een kernoorlog. Als er meer informatie gevonden wordt, wordt deze visie misschien anders. Maar als er leven is geweest op Mars, dan zijn daar weinig sporen van nagelaten.
Wil jij als eerste op de hoogte zijn van alles rondom Strikt Geheim? Volg ons dan op Twitter en Instagram via StriktGeheimNL. Voor persoonlijke informatie over mijzelf, volg me dan op Instagram en Twitter via Jesper Kleinen. Ook dat linkje vind je in de videobeschrijving. Abonneer op Strikt Geheim voor nog veel meer complottheorieën en mythes. En dan zie ik jou de volgende keer bij een nieuwe video. Bedankt voor het kijken.